De Nationale Partij Suriname, NPS, wil het staatsinkomen van Suriname drastisch verhogen om te werken richting duurzame stabiliteit. Het ferme standpunt waarmee NPS-voorzitter Gregory Rusland de verkiezingen ingaat. Dit maakte hij zondag bekend tijdens de verjaardagsviering en start van de verkiezingscampagne van de partij. De NPS vierde zondag haar 78-jarig bestaan met een krachtige oproep aan de Surinaamse kiezers om te kiezen voor een partij die vastberaden is om het land opnieuw in de juiste richting te sturen. Met het oog op de verkiezingen van mei 2025 beklemt de partijvoorzitter dat de partij beschikt over de ervaring en visie om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Rusland onderstreept het belang van verdere ontwikkeling van de productiesector, die wordt gezien als de drijvende kracht achter de economische vooruitgang van het land. Dat wat ik dat een focus voor NPS, dat een mandaat zou kiezen 25 mei 2025. We beginnen naar een elkaar goed bestuur. We beginnen naar een transparantie in bestuur. Dat wat ik heeft we doorzaan in de overheid. Nou wat kibri nou mag doen, alles maar mag samenwerken. Wanneer we mensen gaan benoemen op plaatsen, hebben we vaker al gezegd, dan zal het zo zijn dat wij kijken naar de Surinaamse samenleving, maar ook naar buiten. Maar wij willen de beste lui hebben, de beste mensen voor de verschillende functies die van belang zijn in dit land. Wij willen versterking van de instituten en meerkant in die pilaren voor de ontwikkeling van dit land. Wij willen de beste en sterke instituten hebben. Bika, Adjeng Betij, we moeten onderschatten zijn voor oil en gas. Als dat niet is zodanig dat zelfs met onze Surinamers we niet in staat zullen zijn om volledig te controleren wat die multinationals hier doen. Diana Pocky stelt dat de NPS over voldoende deskundigheid beschikt voor economische ontwikkeling. Pocky geeft aan dat de partij geen loze beloftes doet, maar dag en nacht hard werkt aan politieke bewustwording. Ze bekritiseert huidige politieke leiders die mensen uitbuiten en tot bedelaars maken. Volgens Pocky is de NPS de juiste partij om Suriname te herstellen. Ze roept de gemeenschap op om geen slaven van politieke leiders te worden. Je loopt de ghetto beurt in. Je pakt de aan, de semcriminele dat, en je brokken je ook de zoetekering en je kiest het probleem. Daarom de politieke leiders, zij denken dat je als staatsklas, als land, of je boeit politiek, dat je wil met money, en je wil met money, dat je moet trouwen op business. Maar als je een politiek money making, dat is het probleem. De boeiende politiek na een 5-jaar plan, voor zo'n 5 jaar in die zin, dan Maya, Minko Gudu, dat nastreven. Dan denk je, dan denk je, en daarom die breedte, dat gaat ook die kracht, naar de dekati, dat we boeien alle beurt en we schaam situatie. En we liepen mee naar de sma, mijn familie deed naar situatie en we hebben plecht. En in subside we firme schrijven, verplecht. Voor klaar oude conditie. Ik ga doen wat er als een ja. Maar mijn vier misdrijven schuldig. We hebben verkeerde keuzes gemaakt. Voor die, hoe keur NPS af, wat je nou eens zijn. Look zo, Abi, voor een ruim op no-no. En op Tjuroko. Maar we gaan het redden. We gaan het doen. Met de daadkracht die de partij bezit, roept zij de samenleving op een bewuste keuze te maken. Hiermee geeft zij de start aan haar verkiezingscampagne.